Goedemorgen, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Vandaag trekt veel bewolking over met name de westelijke helft van het land. In het uiterste oosten schijnt wat vaker de zon. Uit die dikkere bewolking valt af en toe een spat regen. Er kan soms ook een stevige bui tussen zitten. Op een enkele plek misschien ook met een klap onweer. Temperaturen daardoor grote verschillen in ons land. In het westen van het land wordt het hooguit een graad of 18. Terwijl het langs de oostgrens mogelijk nog zomers warm kan worden op sommige plaatsen met 25 of 26 graden. Vanmiddag trekt de meeste neerslag wel weg. Zij dus is het op veel plaatsen droog, maar later vanavond en vannacht dan trekken nieuwe buien over ons land. Dat kunnen weer pittige buien zijn met hagel, onweer en lokaal ook zware windstoten. De temperatuur blijft dus vanavond nog vrij hoog. Morgen dan komen we niet heel veel hoger boven die temperatuur uit. We zitten weer in een koudere lucht en maximaal daardoor hooguit tussen de 17 en plaatselijk 20 graden. Er waait het een stevige zuidwestenwind. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maar in de loop van de middag is het weer zo goed als overal droog. In de dagen daarna dan blijft het wisselvallig. Met name vrijdag kan het nog warm worden met later op de dag pittige buien. In het weekend zitten we weer in een koude lucht met lagere temperaturen. Maar ook dan blijft het niet helemaal droog en vooral zaterdag kan het stevig waaien. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.